Het is niet druk, kom maar, het is veilig, Marit. Schiphol, wat gaan we doen? Nou, we gaan Matteo even ophalen. Maar ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Oh. En het slechte nieuws is dat hij vertraging heeft. En het goede nieuws is dat we heel veel koffie kunnen drinken. Het was superleuk om vorig jaar naar de Olympische Spelen te gaan. Het is toch een droom die je hebt als kind al. En ja, als je op schaatsen gaat, dan wil je heel graag ooit naar de Olympische Spelen. En als het dan vorig jaar dat die droom eigenlijk uitkomt, dat is wel echt super mooi. Het seizoen begon niet helemaal zoals ik eigenlijk had gehoopt. Ik werd in Calgary kreeg ik heel veel last van mijn luchtwegen. De lucht daar is best wel droog. Daardoor kon ik de eerste serie van de World Cups eigenlijk niet rijden. En had ik best veel tijd nodig voor ik een beetje op stoom kwam. Maar op het OKT ging het eigenlijk allemaal goed. En meteen op de eerste dag plaatste ik me al voor 1000 meter. En ja, dan zit je in zo'n lekker gevoel. En dan wil je alleen maar alles doen om nog beter te worden. En het echt naar de Olympische Spelen te gaan. En daar dan met de Olympische gouden plak naar huis te gaan is helemaal geweldig. Je moet even op dat mannetje letten daar. Piloot? En het cijfer. Hij rijdt 5, maar ik kan het wel onthouden hoor, waar we verkeerd staan. Ik sta altijd meestal een beetje in deze hoek, dus dat is wel te vinden. Ik denk dat ik fysiek wel goed ben. Technisch kan het af en toe wel beter. Het loopt, ja, de ene wedstrijd eigenlijk wel heel goed en de volgende wedstrijd soms ook wat minder. En ik denk dat ik daar beter in moet worden. Dat technisch veel verbeteringen nog zijn. Ik ben nu natuurlijk wel veel beter dan bij de junioren. Het niveau is nu gewoon veel hoger. En ik ben ook met dat niveau meegegroeid. Ik heb me alleen meer gericht op de 1000 en 500 meter. Ik denk dat dat ook wel iets minder zichtbaar is dan de allround kampioenschappen. En zeker ook in niet-Olympische jaren. Dit jaar wil ik me wel iets meer weer de 3 kilometer erbij rijden. Ik denk niet dat ik meteen alweer klaar ben voor de allround. Maar zeker als het straks 500, 1000, 500 en 3 kilometer wordt in 2016, dan ben ik er helemaal klaar voor. Nou, zou zo wel komen, hè? Nou, een uur vertraging staat er, dus we moeten nog even wachten. Een uur vertraging? Ja, dat is echt super lang, hè. Maar heb je een Italiaanse vriend? Komt hij naar Schiphol, heeft een uur vertraging, is wel erg voorspelbaar. Nou, in het noorden valt het meestal mee. Maar ik moet zeggen dat eigenlijk altijd als ik vlieg heb ik ook vertraging. Dus volgens mij ligt het meer aan de verbinding met Noord-Italië dan aan Matteo. Hoe is dat gekomen met Italiaan? We hebben elkaar natuurlijk bij het schaatsen leren kennen. Het is 5 jaar terug in Vancouver bij de WK afstanden. Ja, en toen is er iets moois gegroeid. 2 jaar terug heeft Matteo me ten huwelijk gevraagd. Dat wilde ik natuurlijk super graag. Maar het was nog wel iets te vroeg. De spelen kwamen nog tussendoor. Dus daar wilden we even op wachten. Even eerst alleen concentreren op het schaatsen. En dan na de spelen snel mogen trouwen. Dus na de spelen zijn we ook pas alles gaan regelen. Dus dat hebben we afgelopen zomer gedaan. En deze zomer, 26 juli, zijn we getrouwd. Ja, nou, Matteo is gewoon heel erg leuk. We passen heel goed bij elkaar. En als ik bij hem ben, dan voel ik me gewoon bijna, ik zeg wel eens, nog meer mezelf dan als ik alleen ben. En ik denk dat dat wel tekent hoe goed we het met elkaar hebben. En we willen gewoon heel graag bij elkaar zijn. Ja, we willen graag in Italië gaan wonen. Natuurlijk is het nu nog een beetje lastig. Met schaatsen moet ik gewoon heel veel hier in Nederland en in Friesland zijn. Dus dan ben ik gewoon bij mijn ouders, maar we hebben daar samen een appartement en we zijn een huis aan het bouwen. Dus de toekomst ligt wel daar. En ja, soms voelt het een beetje alsof de rest van mijn leven een beetje op hold staat. Maar dat heb ik graag voor het schaatsen over. Bienvenuti, signor Annesi. Oh, dankjewel. Gefeliciteerd ook met het huwelijk van jullie twee. Waarom een Nederlandse vrouw? Ja, waarom Marit? Ik snap het wel, maar waarom geen Italiaanse Marit? Oh, dat weet ik niet.
Mission Power of Love. Nee, dat zei ik ook hoor. Het maakt niet uit of je Italiaans bent of niet, maar alleen dat wij van elkaar houden. Ja, het is geen Italiaanse marit, het is alleen één marit, dus dat is het. Ja. En krijg je ook nog goed advies voor jouw schaatsen? We hebben natuurlijk best wel vaak over schaatsen en het is wel heel leuk om trainingen met Matteo te doen en inderdaad geeft hij mij dan ook wel advies, ja. Heel veel geluk samen. Buona fortuna. Grazie. Dankjewel. Ciao. Ciao.